Yo mensen van Oblivion Gaming en welkom bij een nieuwe Let's Tutorial. Vandaag gaan wij een eettafel maken voor in deze eetzaal. Om te beginnen zet ik even de basic stoel neer, de main stoel van het hele spul. Die moet... Even kijken, ik moet heel even spieken. Zo. Ah. Oké, ik weet het nog. Dus. Die staat hier. Voor mijn stoel, dat is puur voor mij, even dat ik weet waar de tafel moet komen. Want ik heb hem al net al gebouwd, dus vandaag. Wat je doet, om te beginnen zet je... twee upside down stairs van spruce neer, met ertussenin een slab. De zijkant daarvan doe je ook een slab. Dat haal je helemaal door. En doen we later wat even maar doen in de middenlijn. Wat we dan nog pas gaan doen, is we zetten na twee slabs een bosje neer. Slaan we twee blokken over. Bosje, één blok overslaan. Twee blokken overslaan. Één blok overslaan. En dan weer twee. En dan nog één, twee. En dat is het einde van je tafel. Dat betekent dus dat je tafel 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 lang is. Dus, wat je dan doet, is je haalt deze ook door. Alleen bij deze zit je weer een ster neer. Dan ga je deze nog weer doorhalen. En deze. Deze weer een ster. En deze weer helemaal. Wat je dan doet is je zet ook planken tussen de twee de bosjes met twee ruimte tussen elkaar. Nou, daar plaats je bosjes bovenop. En wat je dan gaat doen is je pakt fans. In mijn geval zetten we die neer. Die changen we door tot 85 dubbelpunt 2, want dat is purge. Dan doe ik die weg en dan doe ik middels muis knop en dan hebben we die in onze hand. Dus plaatsen wij bovenop deze bloesjes. En dan gaan we verder. Wat we gaan doen is we gaan nog even de andere stoelen plaatsen. Die zetten wij hier. Die zetten wij... kijken hier en hier en hier. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat doen we ook aan de andere kant. Zo. Wat je dan doet, is je pakt een random blok. Ik pak even snel steen. En die plaats je bovenop de stoelen. De zetels eigenlijk. Dit, by the way, om deze zetels te krijgen, gebruik je ook slabs met een metadata van 6. Dus in dit geval is dat 126 dubbelpunt 6. En om deze tekst erop te krijgen, moet je dat doen met de biome. En die biome is in dit geval Small Mountains. Bij deze. Altijd wel handig om te weten. Als je die stenen hebt geplaatst, pak je een trapdoor. En die plaats je tegen de slab en tegen de steen. En haal je die steen weg. Om deze texture te krijgen voor de trapdoors moet je ook een biome hebben. Dat is in dit geval ook Small Mountains. Dan doe je dat bij alle stoelen en zetels. Tot je ze allemaal hebt gehad. Wat toch wel logisch is. Ik had namelijk zoveel inspiratie om een echte tutorial te doen. Dus ik dacht, ik doe een let's build. Maar het geluid was wat minder. Dus ik denk, maak ik er toch een tutorial van. Zo. Hebben we de stoelen.
Wat je dan gaat doen is, je pakt een pressure plate en die zetten we neer. Een stone pressure plate, by the way, belangrijk. De data verander je naar 5, dus 70.5. Kopieer je. En die zet je bij elke stoel neer. Wat je dan gaat doen, is je gaat cobweb en cake plaatsen. Dit gaan we zo doen dat het lijkt alsof straks de cake wordt vastgehouden of staat op een standaard. Wat we daarvoor doen, is we doen de stick door de cobweb naar de metadata van 30.10. Dat is deze houder. De biome is Mushroom Island. Hopelijk. Wat we dan gaan doen, is we pakken nog de cake en die zetten we hier neer. We zetten die hier neer. We zetten hem hier neer. En we zetten hem hier. En dat was het wel een beetje. Dan, voor het brood heb je, een biome nodig van Plains. Voor de kaas, biome Extreme Hills. En voor deze taart is het Frozen River. Om variatie in de borden te brengen, kan je doorscrollen naar tussen de biomes. En vanzelf heb je wel een biome waarvan je denkt, oh, dit is een leuke. Het gaat namelijk een beetje om kleur, want dan heb je houten en stenen en dat heeft wat. Wat je dan doet, is je pakt ook en die plaats je hier en die plaats je hier. Dan pak je brown carpet. Dat is dus bruin tapijt. En die zet je op een biome van ocean. Zodat het een houten plaat wordt. Dan scroll je het houtblok door tot 5.13. En je pakt een tripwirehoek. En die zet je er tegenaan. Zo, wat je dan doet is, je zorgt dat je een metadata cobweb bij je hebt van 30.1, dat is een flesje en die plaats je random op je tafel. En eigenlijk maakt het niet uit welke tekst het heeft als het maar niet een gebroken flesje is. Wat je dan gaat doen is je pakt potplantjes, plantpotten en je plaatst die neer. Je scrolt ze door naar 140.13 en je maakt er een appeltje van. En dat doe je niet bij allemaal, dat doe je gewoon bij sommigen. Deze mag ook wel een appeltje worden. Zo. Deze maken wij een drinkbeker. Deze maken wij ook een drinkbeker. Oh. Deze wil ik een appel. Zo. Voor de appel moet je ze één keer door. Moet je ze trouwens eerst een goede biome hebben. Eén keer doorslaan en dan terughalen. In dit geval wordt het even. Doen we dat niet, want dit moet een drinkbeker worden. Oh, verkeerd, zelf verkeerd. Deze maken we wel weer een appeltje. Hoppakee. Deze maken we een drinkbeker. Deze mag weer een appeltje worden. Deze ook wel een appeltje. En deze een drinkbeker. Dan heb je hem al
best wel goed versierd. En je tafel is klaar. Dus ik hoop dat je deze tutorial leuk vindt. Ik hoop dat je van hebt gehad. Als je deze video leuk vindt, laat dan een like achter en deel het met je vrienden. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zeg ik tot de volgende keer.